In deze video gaan we extreme waarden berekenen met de afgeleide. En ik heb hier een bergparabool getekend, F. Je ziet ook waar de top is. En aan de linkerkant van de top is de grafiek stijgend. En aan de rechterkant van de top is de grafiek dalend. Nou, en als je F gaat differentiëren, dan zul je ook zien dat aan de linkerkant van de top zijn de hellingen groter dan 0. En aan de rechterkant van de top zijn de hellingen kleiner dan 0. En daar precies tussenin, tussen stijgen en dalen, daar is de helling gelijk aan 0. Dus ga je F differentiëren en je weet de x-waarde van het punt A en die zet je daarin, dan kom je uit op 0. Nou, samenvattingje. En ik moet er even bij zeggen dat het is namelijk ook zo, dat als je de x-waarde van A in de afgeleide zet, dan kom je uit op 0. Maar het is ook zo dat als je F gaat differentiëren en gelijk gaat stellen aan 0, dan vind je ook de x-waarde van punt A. Nou, punt A heeft ook een y-waarde en die is 40 en dat is dan het maximum van F. Ik had natuurlijk ook een dalparabool kunnen tekenen en dan heb je dus niet een maximum, maar een minimum. Nou, als ik F differentiëer en ik zet daar bijvoorbeeld het getal 3 in, dan zul je ook zien dat je uitkomt op een helling die groter is dan 0. Nou, ik heb nog even een werkschema, die gaan we ook op de volgende bladzijde gebruiken. Het algebraisch berekenen van een extreme waarde van i. Nou ja, goed, als je een functie hebt, dan moet je die eventjes differentiëren. En als je een formule hebt, dan doe je di dx. Nou, die stel je gelijk aan 0 en die los je algebraisch op. Dan maak je even een schets van de grafiek, in dit geval van de formule i. En dan kijk je of je te maken hebt met een minimum of een maximum. Nou, en als je dat gedaan hebt, dan moet je ook nog eventjes de extreme waarde berekenen voor de gevonden x-waarde. Nou, dat gaan we allemaal doen op de volgende bladzijde. En dan ga ik een beetje begeleiden. De maandelijkse winst van het bedrijf is gegeven door de formule W is AQ kwadraat min 1 zesde Q tot de macht 3. Nou, misschien een beetje vervelend die A, maar we gaan het zien. W is in honderden euro's en Q is de maandproductie in honderdtallen. Nou, de positieve A is afhankelijk van het economisch perspectief en kan per maand verschillen. Nou, dan de vragen. Dus nu kun je zeggen, ik zet hem op pauze en anders blijf je even kijken. Oké, de A-vraag. Bereken algebraisch de maximale winst per maand in het geval A is 4. Nou ja, als A 4 is, dan schrijf ik 4q kwadraat min 1 zesde q tot de macht 3. Nou, we willen weten hoe het zit met de maximale winst. Dus we willen weten hoe zit het met de extreme waarde. Dus we gaan differentiëren. Ja, dus dan krijg je 4q kwadraat wordt dan 8q. En als ik de tweede term differentiëer, dan krijg je 3 keer min 1 zesde. Dat is min een half. En van de exponent haal ik eentje af. Nou, we zoeken de extreme waarde. We zoeken de top. Dus we gaan gelijkstellen aan 0. Nou, dan heb ik hier dus twee termen. En elke term heeft de letter Q gemeenschappelijk. Dus die haal ik eruit. En dan krijg je tussen de haakjes 8 min een half Q. Nou, dan is die 0, Q is 0, of datgene wat tussen de haakjes staat is 0. En dat schrijf ik op. Nou, dan breng ik 8 naar de rechterkant, dan wordt die min 8. En dan ga ik links en rechts vermenigvuldigen met min 2, zodat ik krijg Q is 16. Nou goed, ik heb een schets nodig, dus ik ga mijn rekenmachine gebruiken. Dus ik laat even zien dat ik mijn rekenmachine gebruik. Dus ik vul een formule in. Ja, dat doe ik natuurlijk op mijn rekenmachine ook.
En dan druk ik eventjes op Shift Plot. En dan ga ik mijn assen even instellen. En dus de x-as is dan de q-as. En ik heb dus gevonden 0 en 16. Maar ja, er staat ook in de tekst dat q is de maandproductie in honderdtallen. Vandaar dat ik zoek tussen de 0 en de 25. En i is dan w. En w is dan de maandelijkse winst. Hè? Dus die zoek ik even boven de 0. En ik ben een beetje aan het zoeken geweest voor die 400. Dat zeg ik er wel bij. Nou, dan druk je op plot. Ja. En dan is dit wat je krijgt. Dat neem je over. En dan zie je ook dat je voor q is 16 heb je een top. Nou, en dat schrijf je op. Dus uit de schets volgt dat w maximaal is voor q is 16. Nou, en als je weet dat q is 16 en je hebt hier je formule staan, dan ga je in de formule ga je de q vervangen door 16. En dan heb je dus de maximale winst. Dus dan krijg je 4 keer 16 kwadraat min 1 zesde keer 16 tot de macht 3. Dan zijn we nog niet helemaal klaar, want het is zo dat w is in honderden euro's. Dus dan moeten we dat antwoord moeten we nog eventjes vermenigvuldigen met 100. En dan komen we uit op 34.133 euro. Nou, je had jezelf ook nog eventjes kunnen controleren. En dat gaan we even doen. Dus dan druk ik op menu en ik druk op functie. En dan kies ik voor extreme waarde. Ja? En daar vind je dus de x-waarde en de y-waarde. En dit is ook even een controle dat we het goed hebben gedaan. Nou, op de volgende bladzijde vraag B en C. En vraag B is, toon met de afgeleide A dat W maximaal is voor Q is 4A. Ja, wat staat hier eigenlijk? Nou, hier staat dat als je W differentieert en je gaat de Q vervangen door 4A, dan moet je uitkomen op 0. Nou, laten we dat maar gaan doen. Hè. Dus we gaan W differentiëren. Dus ik ga W even opschrijven. En dan moeten we die A lezen als een constante, als een getal. Hè. Dus dan ga ik die eerste term differentiëren. En dan krijg je 2 keer AQ. Nou, van de exponent haal je eentje af. Hè. Dus dat laat je lekker zo staan. En je krijgt 3 keer min 1 zesde, dat is min een half, van de exponent eentje afhalen. Dan is dit wat je krijgt. Nou, dan gaan we in die afgeleide functie, gaan we de q vervangen door 4a. Ja? Dus dan krijg je 2a keer 4a, min een half keer ja, 4a helemaal in het kwadraat. Nou, 2a keer 4a. Dat is 8a kwadraat min een half. Nou, dan moet je die 4 en die a, die moeten allebei in het kwadraat. Hè? Dus dan krijg je 16a kwadraat. En dat werk je uit. En inderdaad, je komt eruit op 0. Nou, die schets die ik op de vorige bladzijde had staan, neem ik eventjes mee. En dan hebben we natuurlijk niet 16. Maar ik zet daar op de plek, zet ik neer 4a. En het is wel grappig, hè? Q is 4a. En we hadden net dus a, hè? Dus dan kom je ook uit op 16. Hè? Dus goed. Nou, daar zet ik even neer. Uit de schets volgt dat je bij Q is 4a met een maximum te maken hebt. En dan hebben we deze vraag eigenlijk wel beantwoord. Oké, we gaan naar vraag C en die volgt op vraag B. Toon aan dat W maximaal is en dat de uitkomst dan 5 1 derde A tot de macht 3 is. Nou, we hebben bij vraag B berekend dat als ik Q vervang door 4A in de afgeleide, hè, dat je dan het maximum vindt. Hè. Dus ik moet nu bij die 4A moet ik dus even vinden 5 1 derde a tot de macht 3. He, dus ik moet in de formule van W moet ik de q vervangen door 4a. En dan moet ik hierop uitkomen. Nou, laten we dat gaan doen.
Dus ik heb de formule van W. Ja, en dat is AQ kwadraat min 1 zesde Q tot de macht 3. En zoals je ziet ga ik dan die Q vervangen door 4A. En dat werk ik uit. Dus dan krijg je A keer 16A kwadraat. En 4 tot de macht 3 en A tot de macht 3. Zoals je ziet. Dus dan krijg je 16A tot de macht 3. En je krijgt 1 zesde keer 64. Dat is hetzelfde als 64 gedeeld door 6. Dat is 10 2 derde. En als ik dan 16A tot de macht 3 min 10 2 derde A tot de macht 3 doe, kom ik uit op die 5 1 derde A tot de macht 3. En dat werd gevraagd. Einde video. Tot de volgende keer.